Yo guys, voor nou even bedankt voor wel deze video van Fantasiacraft. We zijn vandaag in dit spel en ja, welkom bij dit spel van Fantasiacraft. Binnenkort gaat deze server open. En hallo Efteling en Patata Dan, hallo. Ja, wie mag ik volgen? Ik denk dat er wel veel... Oh, waarschijnlijk mag ik sommige dingen niet laten zien. Ja, ik mag niet alles laten zien, dus ja, zoals bijvoorbeeld dat coming soon, dat mag ik bijvoorbeeld niet laten zien. Dat is gewoon... Dat is natuurlijk gewoon privé. Dus ja. Heel groot coming soon, dus binnenkort. Mooi ding. Ja, ik weet niet, hoe noem je dat ding ook weer? Ja. Dit wordt nog allemaal gereplayed natuurlijk, mensen. Dus ja. Het ziet er wel chill uit, jongens. Maar... Oh. Ik denk ik bij deze ingang staan. Ja. Wat hier? Oké. En dit komt me heel bekend voor, deze baan. Ik ben er zelf nog nooit in geweest. Maar ja, dit is de Bobbaan. Ik ben voor het laatst in de Efteling geweest. Dat is bijna, nou, ik weet niet hoeveel lang geleden. Ik maak wel een beetje copyright. Maar bijna wel... Het is nu 2020, dus laten we zeggen 13 jaar geleden. Zoiets. Heel lang geleden. En weet je wat het ergste is? Ik was alleen maar in het Sprookjesbos. En toen was ik nog maar... Ik ben maar de 2 meter en toen was ik zo. Dus dat is een stuk kleiner. Kleine technische storing, nou, dat wachten we wel even. Ik heb altijd tijd van de wereld. Want het is weekend voor mij. Ja, voor iedereen is het natuurlijk, maar ik film het op vrijdag, dus ja. Ik moet nog even wat dingen geregeld. Wat mensen? Ja. We komen later bij de Bob. Oké. Prima. Die wordt even gemaaid door die gast. Efteling. Denk ik. Ja. Oejo. Dit ziet er echt heel gaaf uit. Complimenten hoor, serieus. Kremler. Oh. Een beetje lag in de server, hoe ligt het aan mij? Hoeveel FPS heb ik? Oh, nog best wel veel. We gaan nu terug naar de Bobbaan, want die werkt bijna. Oké, prima. Zo. Patata Dan. Ligt het aan mij of is de internet slecht? Oh, kijk eens aan. Gaaf jongens. Nou, gaan we. In de Bobbaan. Nou. Nou, als we maar een leuke ride hebben. Ik ga even deze kant op kijken. En dus gaan we nu naar boven. Ja. Dat wordt uiteraard nog gefixt tegen de opening. Oké. De opening is volgens mij bijna. Die begint Ja, die ergens in oktober dacht ik, ergens eind september heb ik iets gehoord. Maar ik ben niet 100% zeker. Oh. Ja, ik snap wat jullie bedoelen. De woord zo. Het. Zo. Hoppa. Nog een beetje stroef. Hij zei ook al dat de karretje nog een beetje lijkt. Maar ja. Het is ook nog. Ja. Komt allemaal wel. Ik heb alle tijd van de wereld. En dan zijn we bij de uitgang. En dan gaan we naar ons nieuwe themagebied China. Oké. Prima. Ja. Wie gaat voor? Hoop. Oh. Welkom in China. Ah, oh, nice. Yo. Oh. Wauw, nou, dat ziet er echt gaaf uit, vooral dat gebouw daar ook. Ik heb geen Optifine shit. Maar dat gebouw daar ook, dat ziet er zo gaaf uit. Wow. Ja, complimenten. Zo te knetter. Welkom in Afrika. In Afrika. Oké. Afrika wil wel een keer heen, maar ja, het kost het dus ver weg en ebola, natuurlijk. Ja, helemaal verschrikkelijk daar. Ja, en corona, natuurlijk. Ja. Is het nou glas? Nee. Oh. Zo. We worden een topspin. Yo. Dat is een beetje hetzelfde als in Fantasieland. Ja. Gaaf jongens. Echt chill. Nou, dat blokje mag je niet zien. Deze is nog lang niet af, maar het begin staat er. Ja, dat is mooi. Even kijken, waar is die andere grote? Oké. Ja, ik wil niet te veel laten zien, want anders, ja. Woorden mag ik bijvoorbeeld niet. Dan gaan we nu de andere kant op. Hier zo komt in de ingang voor een kinderachtbaan. Oh, chill. Ja, dat gaaf. Oh, ik zou hier nou niet naar binnen kijken. Oh, nog niet af. Restaurant. Nou. Ja, dat is Afrika zo een beetje. Chill. Ja. Dus dat. Ik ben soms een klein beetje nieuwsgierig, maar sommige blokken maak ik ook niet laten zien. Nu lopen we er een beetje langs. Dan gaan mensen allemaal op pauze drukken van... ik wil die blokjes zien. Donker. Dan gaan we nu verder terug naar de Mainstream. Juist. Amsterdam. Nieuw Amsterdam. Oké. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Laat natuurlijk een duim achter voor deze video. En abonneer op dit kanaal hier beneden. Ja, die komt waarschijnlijk graag gedaan. En tot volgende keer bij deze nieuwe aflevering van Special. Joe, hoi.